het is sneeuw. Ja, ik vind het niet leuk. Hola, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik zit in de trein met Luc. Lucas vindt het altijd heel leuk als hij op mijn vlog mag komen. Hè, Luc? Super! We zijn nu in de trein naar Tilburg. Het is freaking 7:50. Pokken vroeg, maar goed. Ja, we hebben er weer zin in. En, dus dit is weer een weekendvlog. Dus jullie zien de zaterdag en de zondag. Dus dat is even leuk. En nu gaan we nog even lekker trainen met z'n tweeën. Hè, Luc? Ja. Ja. Oh, my romantisch. Forever together. Ja. Oh, lekker. Work. The Skylar Sisters. Bij papa thuis en ik ga nu slapen en ik ga morgen weer voor jullie vloggen, want ik ben heel moe. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben net wakker. Het is eigenlijk bijna al geen ochtend meer, want ik werd echt om 11:30 wakker. Het was echt even tijd om uit te slapen. En vandaag ben ik bij mijn vader, dus helemaal leuk. Helemaal leuk. Hi. Hi, ik ben met Tommy. Hi. Heb je lekker geslapen? Ja. We moeten even wat vertellen. Wat? Wat er buiten gebeurt nu. Het is allemaal te sneeuwen. Ja. En jullie zien het niet zo heel goed. Maar het sneeuwt. Maar het sneeuwt. Ja, nu zien jullie het. Het is alleen hele natte sneeuw, dus het blijft niet echt liggen. Maar... Wat gaan we daar vandaag doen, Tom? Weet ik niet. Niks. Het is zondag. Maar jij moest misschien naar verjaardag. Ja, daar ga ik echt niet heen, hoor. Nee, het is zondag, dus we gaan helemaal niks doen. Weet ik niet. Super lekker. Ja. Oh, film kijken. Dat kan wel. Jongens, ik ga iets vet raars doen. Oké, blijf kijken. 3, 2. Oh, Tom. Koud. Nou, was dat eens even leuk? Nee. Oh, ik wil echt een mooie foto maken in de sneeuw. Pleutel. Oh, nee, maar Sue is toch thuis? En Sum? Thomas en ik gaan even naar de supermarkt. Oh, in de sneeuw. In de sneeuw. Het is echt dik. Kijk nou. Wow. Oh jongens, de sneeuw is zo leuk. Het is wel echt intens koud. Maar het is wel heel gezellig. Hè, Tom? Ja! Thomas is heel vervelend. Weer sneeuw, ik ben niet gevallen. Oh, maar niet op mij. Ja. Auw. Het is sneeuw. Ja, ik vind het niet leuk. Tom, we hadden toch wat afgesproken. We gingen niet de sneeuwballengevecht doen. Nou, dan is het goed. Jongens, ik ga even nog een keer zeggen hoe leuk ik dit vind. Sneeuw is zo gezellig. Het is wel heel koud, maar ik vind het echt helemaal top. Tom, dit vind ik echt niet leuk, want dit gaat gewoon door mijn broek heen. Nee, echt niet hoor. Haal het eraf. Oh, heel koud. Kom. We gaan nu snel naar de supermarkt, want het is heel koud. Nou, ik ben weer lekker thuis en er liggen serieus gewoon 4 pakketjes op mijn bed. Oh my god, dit is toch geweldig. Dus die ga ik heel even met jullie unboxen. Ja, oké. Nou, ik ga dus even alle pakketjes openmaken. Dit is het eerste pakketje en ik weet echt mijn god niet wat hierin zit. Ik ben zo ontiegelijk dom. Dit is dus helemaal geen pakketje voor mij. Dit is voor wat ik moet opsturen. Voor items van United Wardrobe. Maar nu wel echt een pakketje. Van Bougie Shop. Ik heb mezelf een cadeautje gegeven. En dit was echt gewoon precies niet de bedoeling. But I did it. En ik heb even een mesje nodig. Oké, ik heb een mesje.
Het zit helemaal in een zakje, wat schattig. Ik moet wel even iets bekennen. Ik heb echt een scheidhekel aan dit soort zakjes. Oh, wat sommige mensen met nagels op het schoolbord hebben, heb ik met zo'n zakje. Oh, oh my god. Ik heb het I Love Makeup Rose Gold oogschaduwpalet gekocht. En dit is dus een dupe van... nu weet ik niet meer waar het ook weer een dupe van is. Dit is dus blijkbaar een dupe van het Huda Beauty Rose Gold Texture Palette ofzo. En ik had een video gezien van Vera Camilla en echt holy shit, het is echt serieus, echt een dupe. En dit zijn echt super mooie kleuren die hierin zitten. Kijk, dit zijn de kleuren. En ik zocht al heel lang een palet met dit soort kleuren. Met een beetje inderdaad de rose gold-achtige kleuren, want ik vind dat heel erg mooi op mijn ogen. Dus daarom heb ik die gekocht en hier was ik uiteindelijk 13 euro aan kwijt ofzo. Ze verkopen dat trouwens ook bij de Kruidvat. Alleen bij mijn Kruidvat was hij al helemaal uitverkocht. Dus ik dacht van, ik ga niet langer op zoek. Ik ga het gewoon bestellen, want straks is het overal uitverkocht. En dan heb ik nog twee pakketjes van Ramui en Shein. Want zoals jullie weten heb ik daar altijd samenwerkingen mee. Ik word daar overigens nooit voor betaald. Dat is gewoon puur dat ze me gratis kleding opsturen. En ik zal daar ook altijd eerlijk over zijn. Dat heb ik ook echt altijd gedaan. Want soms zitten er gewoon dingen in die ik gewoon echt niet chill vind. Die ik gewoon echt niet draag. En dat zal ik dan ook altijd wel zeggen. Er zijn ook echt oprecht heel veel dingen die ik van hun heb gekregen. Die echt heel veel gedragen worden door mij. Dus dat is leuk. Nou goed, ik ga het openmaken. Het eerste pakketje die ik ga openmaken is van Ramui. Daar heb ik twee dingetjes mogen bestellen. Ik ben echt best wel fan van Ramui altijd. Dus dat is echt heel erg leuk. Als eerste heb ik een superleuke jumpsuit. En ik hoop echt enorm dat ik hem pas. Ik denk het wel, zoals als ik het zo zie. Dat is namelijk deze okergele jumpsuit. Zoals veel van jullie misschien wel weten, ga ik begin januari naar Curaçao. Dus ik vond dit zo leuk. Ik zag het gewoon al helemaal voor me in Curaçao. Ik vind het zo'n leuk kleurtje. En als ik zo bekijk, ga ik deze wel passen. Dus dat is super chill. Ik weet niet meer in welke maat ik deze had. Ik zal even voor jullie kijken. Ik had deze in een maat M. Oh ja, en hier zit nog een band. Maar volgens mij is dat wel goed. Nou, dit is het playsuitje. Ik ben er echt mega blij mee. Ik vind hem super leuk. Hij kleurt nu alleen echt heel, heel slecht met mijn huid. Maar dat komt echt doordat ik gewoon super wit ben op dit moment. Dus ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ik heb nu wel trouwens mijn BH, mijn topje eronder, zeg maar. Dus... normaal zou ik het dan gewoon met een bikini of een BH eronder. En dat is denk ik wel iets leuker. Ramui valt best wel chill qua maten. Ik moet alleen wel zeggen dat broeken altijd mega klein vallen. Vooral bij je benen. Zeg maar bij de waist en zo pas ik het altijd wel. Maar de benen worden gewoon heel smal gemaakt bij broeken. Dus daar neem ik eigenlijk altijd een L van. Zo ook bij deze broek. Ik vond deze zo leuk. Het is dus een velvet broek. En hij valt een beetje los. En ik vond hem zo, zo super leuk. En er zitten van die knopen aan de zijkant die je ook open kan maken. Dan valt het zeg maar helemaal zo open. Nou, ik vond dit helemaal fantastisch. Gewoon om normaal te dragen, maar ook als pyjama of zo. Of gewoon chillbroek. Ik vond deze zo mega tof. Dus die heb ik ook uitgekozen. Echt mega blij mee. Nou, deze broek pas ik ook. Zoals jullie zien. Hij is ook qua lengte heel goed. Alleen vind ik hem echt... Echt niet mooi. Hij accentueert mijn figuur gewoon niet goed. Ik lijk er heel dik in. Maar goed, in ieder geval, ik ga deze dus echt never nooit van mijn leven gewoon dragen. Want ik vind hem gewoon echt niet flatteus. Kijk ook hoe raar. Deze dingen zijn allemaal aan de zijkant. Dat je denkt van, what? En ja, ik lijk er gewoon heel dik in. Dat komt denk ik door die flappen hier. I don't know. Alle linkjes staan zoals altijd in de beschrijving. Dan kan je het zien. En dan heb ik er hier nog eentje van Shein. Daar ben ik ook echt super benieuwd naar. Ik hoop ook zo enorm dat ik dit pas wat ik heb besteld. Wow, ik was echt vergeten dat ik dit had besteld. Maar goed, oké. Okay. Ik heb een short gekocht. Voor in Curaçao. Ik vind het wel echt heel spannend of ik dit ga passen. Ik weet het niet. Het ziet er aardig klein uit. Maar goed, het is dit. En volgens mij heb ik hem wel gewoon in een L genomen. Nee, zelfs in een XL. Dus als ik dit niet pas, dan vallen die broekjes wel echt mega klein. Ja, ik weet het niet. Ik denk eigenlijk niet dat ik dit ga passen. Maar goed, dat dus. Ik ga straks even checken of ik het pas. Ziet er even niet uit nu met die trui en zo. Nou ja, trouwens, waarom niet eigenlijk? Maar ik pas het broekje dus wel. Hij is echt gewoon
precies goed. Niet te strak, niet te los. Alleen wel mega kort. Ik moet echt oppassen dat mijn beeld er niet uitvloept. Maar door die, zeg maar, door deze dingetjes bedekt het nog wel redelijk. Maar het is wel een kort broekje hoor. Maar ja, voor naar het strand of zo kan dat wel. Ik heb ook nog andere broekjes, maar het is wel chill gewoon om zo'n broekje te hebben. Maar dan wel echt als ik naar het strand ga. Alleen want het is wel echt, mijn bil komt er wel een heel klein beetje onderuit. En dan heb ik nog een jurkje besteld. Ook in een maat L, want volgens mij valt het best wel klein. Dus ik dacht, beter dat het iets te groot is dan te klein. En dat is dit jurkje. Ja, ik weet niet, misschien hebben jullie het wel eens gezien. Het is zo'n strak vallend jurkje. En ik vond deze gewoon heel erg leuk. Hij is wel kort, zo te zien. Ik denk wel dat het goed is dat ik het in een L heb genomen. Want zelfs nu denk ik nog van, oeh, I don't know if I'm gonna fit in this. Maar goed, deze dus. En die linkjes staan ook in de beschrijving. Oké, let er even niet op dat ik er een hemdje onderaan heb. Maar deze pas ik ook. Ik vind hem echt super cute. Dat hemdje eronder, dat is echt niet te doen. Maar ik vind het jurkje wel echt heel erg leuk. Echt super leuk. Ik vind het ook heel leuk om dit te dragen met een lange mouwshirt eronder met een kool. Dat vind ik wel echt super leuk. Dus ja, deze past ook. Dus ik heb echt best wel goed de maten gekozen. Dus dat is echt... Dat is alles wat ik heb gekocht en gekregen. Dus helemaal top. Oh jongens, ik zit lekker op de bank te editen. Nou ja, ik ben dus bijna klaar. Of tenminste, ik ben klaar tot nu toe. Maar ik moet dit stukje natuurlijk nog doen. En ja, ik denk dat ik zo de vlog ga afsluiten. Want hij is op zich wel al lang genoeg. En ik ga zo meteen naar bed. En ja, er valt op zich niet zoveel meer te filmen. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vanaf nu komt er gewoon weer elke ochtend om 6 uur een vlog met online. Super fijn. En ja, dan zie ik jullie hopelijk morgen weer. Doei doeg!